Leyla Driessen is zaterdag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Leiden Dorp. Hiermee neemt zij het ambt over van oud-burgemeester Michiel Zonnewiele. Een gebeurtenis waar mevrouw Driessen met volle teugen van genoot. Het is een fantastische dag. Niet alleen mooi weer, alles is prachtig. Maar niet alleen voor mevrouw Driessen was het een mooie dag. Ook de politici en genodigden waren tevreden met de nieuwe burgemeester. Zeer tevreden. Wat is er mooier dan een nieuw jaar beginnen in een nieuw gemeentehuis met een nieuwe burgemeester? Ik hoop dat dat ook leidt tot heel veel mooie geïnspireerde besluiten. Zeker, ja, we zijn heel erg blij. En zoals ook gezegd werd, de klik was er gelijk. En u liep net nog met de ambtsketen. Moeilijk om af te doen? Nee, natuurlijk niet. En ik blijf natuurlijk local burgemeester, dus ik krijg hem echt nog wel een keer om hoor. Want je neemt af en toe toch wel voor elkaar waar. Ik ben heel tevreden met de nieuwe burgemeester. Het enthousiasme en wat we nu allemaal weer gehoord hebben, dat geeft alle vertrouwen. En we hebben er gewoon weer zin in om aan de slag te gaan. Het nieuwe jaar begint gewoon helemaal goed. Daar ben ik helemaal blij mee. Juiste kandidaat voor Leiden Dorp? Ja, uitmuntend. Ja, heel erg leuk. Maar dat heb ik ook gehoord, het klikte meteen. En dat zal zich wel bewijzen, denk ik. Dus van harte gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester. Goeie opvolger? Ja, fantastisch. Ik ben erg blij met Leila. Ik ken haar natuurlijk nog uit de Leidse gemeenteraad. Samen in de raad gezeten en ze was ook fractiemedewerker toen van de VVD-fractie. Dus we hebben een band. Tevreden met de nieuwe buurvrouw? Ja, ik ben daar hartstikke tevreden mee. Is een heel erg leuk mens. Kent de regio goed, kent Leiden goed. Is prima mee samen te werken. Is ook heel communicatief. Dus daar hebben we wel wat aan als nieuwe buurvrouw. Meneer Wolkenstein, trots op uw leerling? Absoluut. Ik ben erg blij dat Leyla Driessen, toen Jansen, nu burgemeester van Leiden Dorp is geworden. Ik denk dat ze het uitstekend zal doen. Ik heb veel vertrouwen, ze heeft veel ervaring. Raadslid, statenlid, ook gedeputeerde geweest. Dus Leiden Dorp gaat onder haar leiding een grote toekomst tegemoet. En nogmaals, ik ben erg trots op mijn voormalige leerling. Fijn om zo met open armen ontvangen te worden. Zeker. Het is een enorm warm welkom. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin dat ik hier gesolliciteerd heb ervaren. Men gaat respectvol en heel warm met je om. En ik voel me zeer welkom hier. En u zit in ieder geval voor 5 jaar. Wat zijn nou de speerpunten waar u zich op gaat richten? 6 jaar zit je hier als burgemeester. En de speerpunten is de samenwerking en alle andere onderwerpen. Waaronder onder andere servicepunt 71, de regionale samenwerking. Samen met de wethouders, want de burgemeester doet het niet alleen. Die heeft weer een andere portefeuille. Al met al, heeft u er zin in? Ik heb er bijzonder veel zin in. Ik kijk ernaar uit. En ik heb al eerder gezegd, ook tijdens mijn inauguratiespeech, ik wil een burgemeester zijn door, van en voor de burgers van Leiden Dorp.